Ik denk goed om over te gaan naar het tweede deel van dit programma. En dat is een, ik ga zo direct het woord geven aan Jasper Lukezen, macro-econoom. Doet dat ook nog voor een deel van zijn tijd aan de Universiteit Utrecht. En houdt zich bezig met communiceren over de economie, als ik het goed zeg. En dat doet hij bijvoorbeeld als hoofdredacteur voor de economische statistische berichten. Promoveerde op het onderwerp From Debt Crisis to Sovereign Risk. Iets zegt mij dat het onderwerp soevereiniteit nog wel langs zal komen vandaag. En ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe die ECB is geworden tot wat die nu is. En waar de ECB zeggenschap over heeft. En al die begrippen die daarbij horen, kun je daar ons wat in wijs maken, Jasper? Ja, als eerste denk ik de hoofdvraag, waarom is dit project nodig? Hè? Want de Centrale Bank is een technisch instituut, die moeten gewoon de prijsstabiliteit bewaken. Die hebben daar gewoon, dus die moeten gewoon zorgen dat er niet te veel inflatie is en ook niet te weinig. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Nou, daarnaast hebben ze allerlei andere taken op zich genomen van het zorgen dat de overheidsfinanciën in Zuid-Europa niet uit de klauwen lopen tot het al dan niet Europa een beetje op gang helpen bij de vergroening, tot nadenken over een andere vorm van geld. Dus ze doen van alles en nog wat. En als je van alles en nog wat tegelijkertijd doet, dan kun je wel een technisch instituut met een bestuur hebben wat via een Europees verdrag staat netjes geschreven niet wat ze moeten doen, moeten aangeven wat ze moeten doen. Maar ja, die taak kun je natuurlijk op verschillende manieren vervullen. Daar kan input natuurlijk wel bij helpen. Van dit is niet zo'n handige manier, dat zien mensen niet zitten. En dit is wel een goede manier, dat zien mensen wel zitten. Dat kan best wel uitmaken. En daar hoef je natuurlijk niet per se er heel veel verstand van te hebben. Je moet gewoon wel een beetje weten wat je wil natuurlijk. Maar ik vermoed dat mensen die zich hier voor zo'n event als dit aanmelden, daar wel zijn minst interesse in hebben. Ik heb een korte presentatie gemaakt. Die gaat even de start bij wat de Centrale Bank is, gaat daarna af. Een beetje de geschiedenis van de ECB, hoe ze het al hebben gedaan de afgelopen tijd en de uitdagingen die daar aan bod komen. Ik heb gedacht, laat ik dat dus niet zo technisch aanpakken als dat ik dat voor een college zou doen. Als het allemaal gesneden koek is, ga ik er snel doorheen, want ik wil eigenlijk vooral bij de vragen aankomen. Het belangrijkste is dat is eventjes, centrale bank is een overheidsorganisatie en toch niet. Dus bestuurskundigen en economen rekenen de centrale bank vaak tot de overheid. Ze is onafhankelijk, dus ze mag zelf bepalen hoe ze die taak invult, maar ze heeft wel een hele specifieke taak. En dan zeg ik en toch niet, want juridisch, en dat zal Vicky ongetwijfeld weten, is de centrale bank een commerciële taak met commerciële bank met een wettelijke taak. Maar een commerciële bank met één aandeelhouder, de overheid, die geen winstdoelstelling heeft, maar als doelstelling heeft om het geld uit te geven te beheren. En dat geld is dan weer in economische termen een publiek goed. In de zin dat we er wat aan hebben dat er zoiets bestaat als geld waarmee we elkaar kunnen betalen. En het is in essentie de taak van de centrale bank om te zorgen dat dat geld, dat publieke goed, waarmee we dus betalingen kunnen doen, waarmee we vermogens kunnen opbouwen, dat dat voor iedereen beschikbaar is. In de zin dat als je er recht op hebt, dat je het krijgt en dat je het kunt gebruiken en dat je er goed mee kunt betalen. Dus ook om dat betalingsverkeer te garanderen, bijvoorbeeld, zetten ze zich daar best wat voor in. De centrale bank handelt niet direct met burgers en bedrijven. Ze handelen eigenlijk altijd via intermediairs en dat zijn in Europa de grootbanken. Die grootbanken hebben allemaal een eigen bankrekening bij de centrale bank. Jij hebt een rekening bij je bank of je bedrijf, of bedrijf waar je zaken mee doet. Heeft een rekening bij een commerciële bank. Als je geld overmaakt van de ene naar de andere partij, dan maak jij, geeft een signaal aan je bank. Je bank meldt dat aan bij de centrale bank. De centrale bank contacteert de bank van de tegenpartij. Die contacteert weer zijn tegenpartij en dan gaat dat geld door het systeem lopen. Dat betalingsverkeer werkt, dat het vlekkeloos loopt, dat het financiële systeem blijft werken, daar is de centrale bank mee bezig.
De afgelopen jaren is de cultuur bij centrale banken fors veranderd. Toen ik ging studeren was het echt nog een hele bureaucratische bende. In de zin dat was ook wel nodig, want ze waren heel veel met cashgeld bezig en met briefjes. En dan heb je gewoon heel veel mensen die praktisch werk doen. Die moeten gewoon geld tellen, dat moet van A naar B. Nou, en dat moet je heel strikt controleren, want anders verdwijnen er gewoon stapels met bankbiljetten. Dus je krijgt vanzelf een hele bureaucratische cultuur, waardoor dat niet gebeurt. De afgelopen jaren is natuurlijk al dat geld digitaal gegaan, waardoor heel veel van dat type banen bij centrale banken verdwenen zijn. En de financiële sector is ook een stuk creatiever geworden in termen van creatieve producten, maar ook in termen van dat er meer verbinding gezocht wordt met andere instellingen en dat er meer verschillende type projecten gerealiseerd worden. Dus de centrale bank als toezichthouder moet daarop meedenken en die zijn ook een ander slag mensen gaan aantrekken die daar wat creatiever in staan. Dus die organisatie is veranderd. De ECB is de centrale bank van de eurozone. En het is eigenlijk een centrale bank niet van één land, maar van alle landen die de euro als officiële munteenheid hebben. En voor een centrale bank is het een jonkie. Ik bedoel, de Nederlandse bank is uit 1815. De ECB is opgericht in 1998. Hij volgt daarop het besluit daarvoor is gevallen in 1992 bij het Verdrag van Maastricht. Toen besloot men, er komt een gezamenlijke munt in Europa. We deden dat eigenlijk, of de regeringszijde zei dat eigenlijk omdat ze meer richting één Europa wilden. Dat was meer een politiek project, maar wel met duidelijke economische baten ook bij mensen in het hoofd. Het idee is, als je natuurlijk in verschillende landen met dezelfde munt kunt betalen, hoef je je geld niet om te wisselen. Dat levert lagere transactiekosten op. Maar ook als je in verschillende landen met dezelfde munt kunt betalen, loop je niet het risico dat als je vandaag wat bestelt, dat en je moet morgen pas betalen, dat het dan ineens duurder is wat je moet betalen. Dus het wordt makkelijker om zaken met elkaar te doen. En het idee zou dan zijn dat landen in Europa daardoor meer zaken met elkaar zouden gaan doen. Natuurlijk steunt dat economisch doel het politieke doel, maar die twee staan ook wel een beetje los van elkaar. Nou, daarbij, en dat speelde denk ik heel sterk in Zuid-Europa en in Nederland in iets mindere mate ook wel, wilden veel andere landen iets doen aan de macht van de Duitse mark. Dus voor 1992 tot 1998 eigenlijk, bepaalde het Duitse monetaire beleid hoe ook het monetaire beleid van andere landen in Europa, die moesten gewoon volgen of dat nou goed was voor hun economie of niet. En die dachten, nou, als ze nou naar een gezamenlijke centrale bank gaan die gezamenlijk beleid maakt, dan is het beleid in ieder geval goed voor de som van Duitsland en van onze economie en niet alleen voor de Duitse economie, wat we hier moeten voeren. Dus dat is beter. Met name in Frankrijk speelde het argument heel sterk. En die stabielere prijzen in Zuid-Europa kenden ze veel hogere inflatie dan in Noord-Europa voor de jaren 90. En het idee was, als je nou gewoon een onafhankelijke centrale bankier hebt, dat het geen Italiaan is, die de boel voor Italië moet fixen en gebeld kan worden door de Italiaanse premier om iets aan de inflatie te doen, ja, dan kan die niet extra inflatie creëren als de overheid goed uitkomt. En dan krijg je gewoon een stabielere prijsontwikkeling en minder inflatie. Met name voor Zuid-Europese landen was het meedoen aan de euro daarom een grote stap vooruit op dat vlak. Nou, euro is dus in een paar stappen tot stand gekomen. Eerst het Verdrag van Maastricht, toen in 1995 besloten 11 landen definitief mee te doen. Ik heb daar een foto van Gerrit Salm neergezet. Is nu een gewezen bestuursvoorzitter maar van een commerciële bank, maar was toen de Nederlandse minister van Financiën en heeft zich heel erg ingezet ervoor dat andere landen die meededen ook een vergelijkbaar begrotingsbeleid hanteerden, omdat je eigenlijk alleen maar fatsoenlijk monetair beleid kunt voeren als je goed begrotingsbeleid voert. En dat deden sommige landen volgens hem niet. Daardoor is Griekenland ook pas later aangehaakt onder grote politieke druk eigenlijk. Was een beetje een stoorzender vanuit het perspectief van de euro. Maar of dat nou terecht is, is een hele aparte discussie. ECB ging in 1998 van start met Wim Duisenberg, de Nederlandse president van de Nederlandse Bank op dat moment.
werd president van de Europese Centrale Bank. En heeft ook de euro ingevoerd. Dat is ook de meneer geweest die de eurobiljet als eerste omhoog gehouden heeft en zo. En in 1999 zijn voor de financiële markten de aparte munten in Europa gestopt te bestaan. Omdat die aan elkaar werden vastgeklonken. Dus de wisselkoersen van 1999 tussen de verschillende Europese landen zijn nog steeds de wisselkoersen zoals we die vandaag hebben. Dat leidde tot de fysieke invoering van de euro in 2002. Dat was het moment dat iedereen nieuwe munten kreeg. Esthetisch in Nederland natuurlijk een grote achteruitgang. De oude Nederlandse guldenbiljetten waren veel mooier, maar goed. Daar kun je over twisten. Wat wel duidelijk was, is dat in Europa natuurlijk hierbij ook de ambitie ontstond om ook de euro als een wereldmunt neer te zetten. Hè? Dus wiens munt men gebruikt voor internationale transacties, met die partijen doe je ook veel vaker zaken. Dus dat is ook goed voor de Europese financiële sector, dat is goed voor de toeleveringsindustrie in Europa, dat is goed voor voor accountants en notarissen die dan ook in dat valutagebied betrekt. En dat was natuurlijk ook een idee van Europa om iets te doen aan de dominantie van de dollar. We denken zo, op dit moment wordt nog steeds 70% van alle betalingen tussen landen die niet de Verenigde Staten zijn, in dollars gedaan. Dus als jij een grote partij wat dan ook voor goederen uit Oeganda importeert, als Nederlandse bank of als Nederlands bedrijf, reken maar dat je in Amerikaanse dollars afrekent. Nou, en het idee was, dat gaan euro's worden. De euro heeft daar wel enig succes geboekt, maar niet in de mate waarin we dat gehoopt hadden. Wel is de euro heel stabiel geweest. Dus de taak van de centrale bank is natuurlijk dat geld uitgeven, het geldsysteem het vertrouwen daarin houden. En belangrijk daarbij, zo staat het in het verdrag, is dat de ECB stabiele prijzen moet hebben. En ze hebben het zelf gezegd, in het verdrag is het uit 92, stabiele prijzen. En ze hebben zelf in 98 gezegd, nou, stabiele prijzen, dat noemen wij inflatie dichtbij, maar beneden de 2% per jaar. Wat je hier nu ziet in deze grafiek, dat is vanaf 1998 tot eind vorig jaar. De inflatiecijfers in het hele eurogebied, rood is de daadwerkelijke inflatieontwikkeling. En de paarse lijn heb ik erin geknald, dat is de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank. Sinds de financiële crisis, met name sinds 2012, 2013, ligt het wel een beetje beneden deze lijn. Maar by and all zou ik zeggen, dat is ze redelijk gelukt om stabiele prijzen te garanderen. Of te organiseren. Dat hebben ze op twee verschillende manieren gedaan. Hè? Dus de tekstboek, of de school, die het in de schoolboekjes leert, het aan de studenten uitleg van zo ging het vroeger, want zo gaat het eigenlijk al sinds 2008 niet meer, is met gewoon monetair beleid. En met gewoon monetair beleid betekent dat de centrale bank door de macht die ze heeft op de financiële markt, de rentes mede kan bepalen. En wat de centrale bank doet als de inflatie te hoog dreigt te worden, dan verhoogt ze de rente. En het idee is dat bij een hogere rente sparen aantrekkelijker wordt, dingen uitgeven minder aantrekkelijk wordt, dat het bedrijven ook minder snel gaan investeren, want dan moeten ze meer rente betalen over de lening voor de investering. Dus dat remt de economie een beetje. En als de economie een beetje remt, dan ontstaat er minder concurrentie tussen mensen om goederen te kopen. En dan stijgen de prijzen minder hard. Dus dan daalt de inflatie. Dus op die manier doet de centrale bank, controleert ze de prijzen onder normale omstandigheden. Nou, die normale omstandigheden die duurden eigenlijk vanaf die hebben we eigenlijk gehad vanaf ergens de jaren 70, Bretton Woods, tot 2008, 2009. Toen raakte de rente namelijk het nulpunt. De rente die banken aan elkaar rekenen. En als de rente nul is, of in ieder geval bijna nul is, dan werkt het instrument niet meer.
Omdat de rente eigenlijk lager dan nul had moeten zijn. En de centrale bank de rente niet kan aanpassen. Dus wat je dan krijgt is buitengewoon monetair beleid. De centrale bank heeft gezegd, nou weet je wat we doen? In plaats van dat we nou die rente verhogen, om te zorgen dat we de economie gaan remmen, wat we gaan doen is, we gaan meer geld in omloop brengen. En als de inflatie dreigt te stijgen, dan brengen we wat minder geld in omloop. En het idee is dan, als er meer geld in omloop komt, als er minder geld in omloop komt, omdat de inflatie stijgt in dit geval, dat is wat kwantitatieve verruiming is, dat is wat die zeepbellen in de economie zijn, waar mensen het wel eens over hebben. Als er minder kwantitatieve verruiming is, dan is geld schaarser. En als geld schaarser wordt, geld om uit te lenen, schaars wordt, is het idee dat de economie een beetje remt en dat die inflatie daalt. Hier zit nog wat timingsdingen in, die moet je er even netjes instoppen om dat te begrijpen. Maar het idee is dat buitengewoon monetair beleid, zoals we eigenlijk sinds die tijd hebben, met kwantitatieve verruiming, dat is iets dat is eigenlijk de voortzetting van het gewone monetaire beleid als de rente op nul is. Er hoort misschien nog een brokje kennis bij waarom die rente nou niet veel lager dan nul kan zijn. Dat heet de nul ondergrens of de zero lower bound op de rente. En het idee daarachter, en dat is ook echt wel zo, is als die rente heel erg negatief is, dan kunnen mensen altijd naar hun bank gaan en zeggen, geef mij maar contanten. Dan krijg je dus gewoon briefjes met geld, in plaats van dat het op je rekening staat. Dat is een heel ouderwets concept, maar het kan gewoon. En dat kun je natuurlijk bewaren en dan heb je gegarandeerd 0% rente. Of nou ja, 0% rente. Je hebt een lichte negatieve rente. Want om dat veilig te bewaren, moet je dat natuurlijk bewaken. Als het een hele hoop geld is. En om dat veilig te bewaren, zul je ook... er zal wat verlies zijn, je hebt wat risico. Dus je bent bereid om een klein beetje te betalen om je geld te stallen. Als u een bankrekening in Nederland heeft, dan heeft u waarschijnlijk allemaal de afgelopen maanden een brief gehad van uw bank met de boodschap dat als u meer dan, nou, een ton of iets in die richting, het verschilt een beetje per bank, heeft, dat ze dan een negatieve rente gaan rekenen. Dat is de stallingsvergoeding. En het idee is dat banken die stallingsvergoeding, en ook de centrale bank die stallingsvergoeding, niet te groot mag maken, omdat dan mensen het gewoon daadwerkelijk van de bank af gaan halen en zeggen, ik stop het wel in mijn matras. Oké, dan. Dit is de primaire taak van de ECB. Ze bewaken van prijsstabiliteit. En dat doen ze door wat met nette woorden monetaire operaties heten. Dat kan met de rente zijn of dat kan door extra geld uitgeven te zijn. Daarnaast hebben ze allerlei... mijn zoontje wil niet slapen. Waarschijnlijk is het te horen. Excuses. Maar daar is even niks aan te doen. Daarnaast hebben ze allerlei... extra taken de afgelopen tijd erbij gepakt. En erbij gekregen, bij gepakt. Soms tegen beter weten in. Hebben ze dat gedaan. Soms tegen wil en dank. En dat is eigenlijk zo omdat er maar een paar partijen in Europa zijn die echt macht hebben en echt de mogelijkheid hebben om problemen op Europese schaal op te lossen. Dat is nog in onvoldoende mate de Europese Commissie op dit moment. Dat zijn toch vooral de lidstaten en de Europese Centrale Bank. Waarom zij? Nou, ze gaan over het geld, ze maken het ligt er in de kelder, basically. En de Europese Centrale Bank is meer dan alle andere partijen heel erg afhankelijk van het voortbestaan van de muntunie en het succes van Europa. Dus als er dan een probleem is, is het heel menselijk en heel begrijpelijk dat de ECB zegt, nou, gaan wij wel wat doen. Wij zetten die stap extra wel. En dat heb je op drie verschillende thema's de afgelopen jaren gezien. De Europese Centrale Bank is lid geworden van de Trojka. Dat is een soort club van met IMF, de Europese Commissie erbij, die de conditionaliteit van de probleemleningen, van de leningen aan de probleemlanden bekijkt. Dus die hebben die keuren of landen die steun hebben gekregen in de Europese schuldencrisis wel voldoen aan de hervormingsmaatregelen. Dus ze beoordelen landen, ze houden toezicht op landen eigenlijk. En dat is natuurlijk wel apart omdat door
technocraten te laten doen. Het valt ook een beetje buiten het mandaat, want het heeft relatief weinig met prijsstabiliteit te maken. Idem is het statement van Draghi, die was dus nu minister-president in Italië, die was de vorige president van de Europese Centrale Bank. We gaan alles doen om de eurozone te redden. Dat is een manier om de markten te kalmeren. Dan wat je dan aan het doen bent, is ook wederom niet direct de prijsstabiliteit garanderen, maar of zorgen dat het betalingsverkeer soepel loopt, maar zorgen dat de eurozone niet uit elkaar spat. En dat was misschien, als je er zo naar kijkt, eigenlijk iets wat de Europese landen zelf hadden moeten regelen onder elkaar en wat niet de centrale bank had moeten regelen. Maar ze doen dat. Maar vervolgens hangen ze wel en moeten ze bij iedere prijsstabiliteitsbeslissing die ze nemen rekening houden met de impact die dat heeft op de stabiliteit van de muntunie. Nou, iets soortgelijks heb je in 2014 gezien waar ze bankentoezicht voor heel Europa op zich hebben genomen. De financiële crisis heeft namelijk Europa ook harder geraakt dan de VS. Uiteindelijk omdat banken in verschillende landen opereerden en die geen inzicht en de toezichthouders in de verschillende landen geen inzicht hadden in wat er in de andere landen gebeurde en de toezichthouders in de verschillende Europese landen ook allemaal hun eigen bank aan het steunen waren. Dus wat je dan krijgt is dat iedereen zijn eigen bank aan het steunen is, dat niemand goed weet waar die mee bezig is en dat bij een financiële crisis iedereen in paniek raakt omdat niemand weet waar die aan toe is. Nou, toen is natuurlijk besloten met bankentoezicht op een gegeven moment na een hoop geharrewar naar het Europees niveau te trekken. En wie gaat dat dan doen? De Europese Centrale Bank. Wat je natuurlijk krijgt als je toezicht moet houden op de banken, is dat je een gevestigd belang hebt bij dat het goed gaat met de bankensector. En dat kan een conflict opleveren met wederom die prijsstabiliteit of het betalingsverkeer. Hoeft niet, kan wel. Nou, en daarnaast, en dat zijn twee belangrijke thema's die op dit moment spelen bij de ECB, ook echt op het hoogste niveau. Willen we meer in de zin dat dit wordt ze door allerlei partijen gevraagd. Vicky is zelf actief voor dat positive money. Die willen bijvoorbeeld dat burgers direct kunnen bankieren bij de centrale bank. Daar zijn een aantal goede argumenten voor, er zijn ook een aantal bezwaren tegen. Maar dat betekent wel dat je de operaties heel anders in moet richten en dat je ook ineens als je dat zou doen, een flinke klantenservice nodig hebt en ook aan je publieke image moet gaan werken en ook aan je eigenbaarheid moet gaan werken, omdat je niet alleen maar in de business-to-business business zit. Nou, daarnaast, de vergroening in Europa loopt minder hard dan heel veel mensen hadden gewild of heel veel mensen graag willen. En heel veel mensen zien ook dat de ECB op de financiële markt oppermachtig is. Dus die denken, nou jongens, waarom kunnen jullie niet gewoon je hele opkoopoperatie en al het extra geld wat jullie maken in wat meer groene dingen stoppen of daar wat accenten op zetten. En op die manier de hele economie een flinke duw geven richting vergroening. Nou, dat kan en de ECB vindt dat ook heel sympathiek. Er zit net een nieuwe lid in het bestuur daar, Frank Elderson, dat is een Nederlander. Die is ook behoorlijk begaan met dit thema. Maar wederom, het knaagt en het knelt en het piept en het kraakt een beetje. Nou, en dan kom je eigenlijk op twee type problemen die de ECB heeft. Het eerste zijn de issues in de governance, dus een bestuur, hè, want wat je natuurlijk wel hebt, de mensen die de leiding hebben over de ECB, dat zijn ongekozen technocraten. En dat is prima op het moment dat die gewoon een hele nauw omschreven taak moeten doen. Maar op het moment dat die keuzes moeten maken tussen allerlei maatschappelijk belangrijke doelen, zou je eigenlijk willen dat je die mensen ook zou kunnen kiezen in een democratie. Plat gezegd, als we met z'n allen besluiten dat prijsstabiliteit belangrijk is, dan is het prima als Jan dat gaat regelen, als Jan dat maar goed doet. Maar als we met z'n allen verschillend denken over, maar als we met z'n allen prijsstabiliteit belangrijk vinden en we vinden duurzaamheid belangrijk, en we zeggen tegen Jan, regel het maar we verschillen van mening over wat nou het belangrijkste is van die twee. Ja, dan mag Jan dat lekker zelf uit gaan zoeken. En dan kan het zo zijn dat hij dat doet op een manier waarop wij dat allemaal niet leuk en niet fijn vinden.
of dat in ieder geval de helft van ons er behoorlijk ongelukkig mee is. De manier om dat te voorkomen is om verkiezingen te organiseren en dat gewoon door een minister te laten doen die dan dat vervolgens zijn beleid mag verantwoorden aan de Kamer. Dus er zit wat spanning in het brede takenpakket en de ongekozen technocraten die ze nu hebben. Dan heeft de ECB conflicterende doelen, daar heb ik het al over gehad. En dan zijn er natuurlijk nog de nationale belangen. Het plaatje wat ik hier heb toegevoegd toont in lichtblauw, hier, de lichtblauwe en de donkerblauwe staafjes, dat is het aandeelhouderschap van de ECB. Want om het ingewikkeld te maken, de ECB heeft 19 aandeelhouders, geloof ik, en dat zijn gewoon de landen, de lidstaten van de Europese Unie, die ook de euro hebben ingevoerd. En de grote lidstaten die hebben meer aandelen en de kleine lidstaten hebben minder aandelen, naar rato eigenlijk. De blauwe staafjes zijn de aandelen die de verschillende landen hebben. Het oranje staafje is het aandeel van staatsobligaties van dat land wat de ECB gekocht heeft. En het rode bolletje is het verschil tussen het aandeel staatsobligaties dat ze gekocht hebben en het aandeel wat die landen hebben in de ECB. En dat is dus eigenlijk de netto uitstroom van geld van dat land, of de netto instroom van geld. En dan zie je dat ten opzichte van deze hele grafiek is Duitsland een netto betaler en Frankrijk een netto ontvanger, et cetera. Nou, daar krijg je natuurlijk gewoon geheid gedonder mee als je dat allemaal netjes en evenredig moet regelen. In de VS hebben ze dat overigens opgelost. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft één aandeelhouder. Dat is de Amerikaanse centrale overheid. Het tweede is dat er natuurlijk, en ik vermoed dat daar het grootste deel van de discussie van vandaag over gaat gaan, en anders wel de komende bijeenkomsten, is dat er natuurlijk een enorme hoeveelheid bijkomende economische problemen zijn die al dan niet veroorzaakt worden, of waarvan mensen denken dat ze veroorzaakt worden door het centrale bankbeleid. Vanuit het perspectief van de centrale bank noem ik er even twee. Waarvan de eerste vanuit het perspectief van de centrale bank veruit het belangrijkste is, en dat is, en waar de centrale bankier ook 's nachts wel eens wakker van zou kunnen worden, en dat is de beperkte doorwerking van monetair beleid. Daarmee bedoel je eigenlijk dat de centrale bank besluit dat ziet dat de inflatie aan het stijgen is, daar wat aan wil doen, maar daar niet goed iets aan kan doen, omdat de centrale bank met name handel drijft en handelt met banken en inflatie iets is wat in de reële economie tussen burgers en bedrijven plaatsvindt. Dus daarom maken centrale bankiers zich ook druk over dat de banken het niet goed doen en daarom proberen ze om hun opkoopoperaties zo gericht mogelijk bij het bedrijfsleven aan te laten komen. Het gaat niet heel vlot, maar ze doen wel hun best. Daar hoort bij de beperkte investeringsvraag in de reële economie versterkt dat, die beperkte doorwerking van monetair beleid. Ja, als mensen toch van plan zijn om weinig uit te geven, dan kan de centrale bank, dit gaat niet over stijgen, maar over dalende prijzen, dan kan de centrale bank er echt weinig aan doen. Je kunt dit geld wel bij de banken neerzetten, maar als mensen het niet willen lenen om er uitgaven van te doen, dan gaat het niet gebeuren. En dan komt er geen inflatie. Zijn centrale banken, zeker in de eurocrisis, is de ECB heel veel tijd en energie en kwijt geweest met het stabiliseren van de muntunie. Dat stabiliseren van de muntunie is natuurlijk heel iets anders dan het controleren van prijzen of het stimuleren van de economie. Tweede punt, en in Nederland hoort hier, bedenk ik nu gewoon, de boel het pensioenfondsen bij. Dat is een heel Nederlands probleem. Het heeft te maken met ons pensioenstelsel. Maar het tweede punt is actieve prijsinflatie. En het idee is dat alles wat redelijk waardevast is en verhandelbaar is, en activa, dat gaat op dit moment hard omhoog. De aandelenmarkten zijn de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl de economie het eigenlijk medium doet en terwijl we een coronacrisis hebben gehad.
zijn de aandelenmarkten gestegen. De huizenprijzen gaan in Nederland op dit moment door het dak. De Bitcoin ging door het dak. Was gisteren even slecht. Vandaag heb ik het niet gevolgd. En we hebben sinds 2008 ook nog een paar grondstofbooms gehad. Dat dan metalen en graan en katoen en dat soort dingen ineens duurder werden. Het idee daarachter is als de ECB een hoop geld in de economie stopt, of de monetaire condities verruimt, heet dat dan in bankenjargon, dan en mensen gebruiken dat niet om goederen te kopen en dan komt er geen inflatie, dat is die beperkte doorwerking, maar mensen gebruiken dat wel om huizen mee te kopen, bitcoin mee te kopen of dat soort dingen te doen, dan krijg je wel activa prijsinflatie. En die activa die zijn niet voor consumptie bedoeld, dus die zitten niet, die worden niet opgebruikt, dus ze zitten in veel mindere mate dan alle inflatieindices. En dat is niet wat we bedoelen met inflatie. Nou, de ECB kan dit zelf maar deels oplossen. Een belangrijk deel van de oplossing moet echt komen van de overheid. En moet echt komen in termen van meer regulering. Maar dat zijn wel echt reële problemen vanuit het perspectief van de centrale bank. En ik vermoed dat er vragen zijn. Dan stop ik even met delen. Jeetje, dankjewel Jasper. Het is een goed verhaal. En ik merkte zelf even de mooie opmerking die bleef liggen toen je de Amerikaanse situatie vergeleek. Waarbij je netjes aangaf, ja, de Amerikanen hebben dat anders opgelost door uiteindelijk één centrale overheid daarachter te zetten. Ging niet vanzelf. Daar hebben ze ook een burgeroorlog over uitgevochten. Die link wilde ik nou net niet leggen, maar... Merk je daarmee niet eigenlijk ook dat het een politiek project is? Want ik zit inderdaad ook in de chat te kijken. Daar komen wel wat vragen over terug. Wie houdt er nou eigenlijk toezicht op die ECB? Hoe zit het dan met die Duits-Franse as? Hebben we nou te maken met een economisch-technisch instelling? Of hebben we eigenlijk te maken met een deels politieke instelling? En hoe zit het met de besturing daarop dan? Nou, het is natuurlijk een economisch-technisch... organisatie. Er werken professionals. Die hebben heldere doelen. De organisatie is ook zo opgezet dat je bijvoorbeeld de mensen hebt, de mensen binnen de organisatie die monetair beleid doen, die werken echt alleen naar monetair beleid en die kijken niet ook naar financiële stabiliteit en bankentoezicht. Dat is een echte andere afdeling. Die hebben, praten echt niet met elkaar. Dat komt wel natuurlijk samen op het niveau van het bestuur van de ECB. Daar vinden die discussies ook plaats. En dat bestuur, dat heeft politieke componenten in zich. In de zin, niet dat daar politici zitten, direct, maar wel dat voor belangrijke en ingewikkelde beslissingen er natuurlijk wel steun gezocht wordt. Bij zo'n whatever it takes, zoals Draghi dat neer heeft gezet in 2012, wat echt een flinke schok was op de financiële markt, het is niet bekend of hij het heeft gedaan, maar er zijn maar weinig mensen die eraan twijfelen dat hij van tevoren gewoon even gebeld heeft met een aantal belangrijke regeringsleiders in Europa. Daarbij de formele governance is natuurlijk, je hebt 6 personen die zijn het dagelijks bestuur van de ECB. En daarnaast heb je een algemeen bestuur, om het even in Nederlandse termen te zeggen, waar alle... presidenten van de Nationale Centrale Banken lid van zijn en ook in meepraten. En die kunnen, dus Klaas Knot zit daarin namens Nederland. Ja. En die nemen beslissingen met gekwalificeerde meerderheden. Dus het is iets als 2/3 van de landen moet voor zijn en 2/3 van de bevolking moet voor zijn. Het is wel eens voorgekomen dat er beslissingen zijn genomen waar de Duitsers het niet mee eens waren. Maar dat is toch niet zo vaak. Want je hebt gewoon veel Duitsers in Europa. Ja, en dan want ik zie dat mensen in de chat toch de hele tijd aan het zoeken zijn van wie heeft dan de macht. Hè? Dus ja. Of dat nou de Duitsers zijn of de Fransen of de politiek. Wat we nu van plan zijn, zo'n Citizens Bank, mm-hmm. is dat dan een succesformule? Zie je daar kansen voor? We hebben nu toch gewoon het over de centrale bank, hoe die nu werkt en wat er beter zou kunnen. Ja, nou ja, en ik probeer te kijken van die macht die daar zit, kunnen wij daar als burgers invloed uitoefenen? Wat je ziet is dat wel
degelijk, als er bijvoorbeeld vanuit de verschillende parlementen flinke kritiek is, dan komen ze ook gewoon langs om het uit te leggen en om dat aan te horen. Volgens mij is... en er zijn ook één op één contacten tussen politici en de centrale bank. Maar het is een directe politieke sturing op de centrale bank is heel lastig. Omdat dat direct de onafhankelijkheid van de centrale bank aantast. En die is juist belangrijk om die prijsstabiliteit te garanderen. Dus je krijgt daardoor de rare situatie dat de centrale bank commentaar mag leveren op hoe de minister zijn werk doet. Maar dat de minister geen commentaar mag leveren eigenlijk op hoe de centrale bank zijn werk doet. Ja. De centrale bankier zijn werk doet. En dat is eigenlijk ook gewoon omdat de machtsverhouding natuurlijk zo is dat als het parlement dat wil, dan gaat de minister gewoon ingrijpen. Maar er zijn best wel wat, want uiteindelijk is het gewoon in een democratisch land is het parlement de baas. Maar er zijn best wat hobbels ingebouwd, omdat we in het verleden geleerd hebben dat het zelf geld bij kunnen drukken voor een minister van Financiën heel aantrekkelijk is. Want dan kun je gewoon meer geld creëren, blijf je aan de macht. Dan geef je dat uit aan projecten die mensen leuk vinden, blijf je aan de macht. En dat je vervolgens daarmee ook een hoop inflatie creëert en dat mensen daar vervolgens weer niet zo blij mee zijn, dat is veel minder zichtbaar. En je neemt gewoon flinke risico's. Dus daarom is er in het verleden voor gekozen om de centrale bank zo onafhankelijk mogelijk te positioneren. Termen van macht en toezicht, kijk, er zijn formele organen, hè, dus de ECB heeft een bestuur, en dan dagelijks bestuur zit die president van de Nationale Centrale Bank in. Klaas Knot heeft een eigen raad van toezicht bij de Nederlandse Bank, die hem mag aanspreken op zijn functioneren. Daarnaast heeft hij, ik dacht, iedere paar weken een gesprek met de minister van Financiën over hoe het gaat. Lopende zaken, ja, daar worden ongetwijfeld ideeën uitgewisseld en daar ongetwijfeld besproken wat de ruimte daarvoor is. Het is wel grappig. Ik zie nu weer in de Q&A zijn ook een paar mensen aan het tikken. Dus ik hou het even alle twee in de gaten. Ook daar weer de vraag van, ja, wie kiest nou weer die 6 ECB-bestuurders? Dat wordt gedaan door het Europese parlement op voordracht van... dat is een goede vraag. Wie draagt dat voor? Volgens mij is dat weet ik niet, maar ik dacht dat de Governing Council, dus de hele raad van de Europese Centrale Bank was. Ja. Maar ook daar vindt, dat is een formele verhaal, maar uiteindelijk vinden dat type topbenoemingen ook gewoon plaats in overleg tussen regeringsleiders. Ja. En daarmee is het natuurlijk ook wel een politieke invloed, maar de burger staat nog wel ver weg. Dat is... Ja, kijk, we weten het niet, maar het verhaal gaat dat Lagarde bij de ECB werd neergezet uit Frankrijk, zodat de huidige voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, vanuit Duitsland daar neer kon worden gezet. Ja. Nou, daarmee is dat nog geen gelopen race. Ik bedoel, voor de Europese Commissie heeft Frans Timmermans bijvoorbeeld best ver geschopt. Was lang sprake van dat hij dat zou worden, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar ja. Ja, ik denk, daar kunnen we nog heel lang over doorgaan. Maar daar zouden ze misschien zo ook maar een paar voorstellen binnen ons platform binnen kunnen komen. Ik wil even te kijken, want een andere vraag ga ik tussendoor even naar Vicky. Vraag van Fred Verbeek. Ik vind het dubieus dat dit burgerberaad op initiatief van de ECB plaatsvindt. En ik denk dat het goed is misschien dat daar een misverstand onder ligt. Dat je die nog even recht kan zetten.
Ik heb die ook, ik heb die opmerking ook gezien. Nee, het is niet een initiatief van de Europese Centrale Bank. Het is een initiatief van een maatschappelijke organisatie, dus Positive Money Europe, samen met andere maatschappelijke organisaties. We krijgen wel een deelfinanciering van de Europese Commissie, maar dat is onder het programma van Europe for Citizens. En dat is eigenlijk een programma die zich vooral als doel heeft om burgerparticipatie op Europese Unie-niveau te vergroten. Waarom? Omdat er veel euroscepticisme is. En dat komt net doordat er geen link is tussen het dagelijkse leven, de dagelijkse burgers die je op straat vindt, en het beleid hier in Brussel, die van alles bepaalt, of in het geval van de Europese Bank in Frankfurt. En de Europe for Citizens Program wil eigenlijk de burgers dichterbij brengen bij de Europese instellingen. Dus voor alle zekerheid, het is niet een initiatief van de Europese Centrale Bank, maar we willen wel zeggen dat we willen op het werk bouwen van de Europese Centrale Bank. De Centrale Bank doet heel veel moeite om haar werk uit te leggen aan burgers, om ze raad te plegen. En wij willen eigenlijk gewoon daarop bouwen. Dus we zijn wel in conversatie met de Europese Centrale Bank, vooral omdat we dus willen dat de burgers hun voorstellen kunnen voorleggen aan de bank in de toekomst. Ja, ik denk een helder antwoord, wat waarschijnlijk ook de zorg van Fred kan wegnemen. Ik kijk nog even naar wat andere vragen, die gaan toch denk ik weer meer richting jou, Jasper. Ik zie een aantal keren de vraag terugkomen, hoe zit dat nou met het doel economische groei? Is dat nou een doelstelling van de ECB, of zou je dat meer als politiek doel zien? Nee, dat is een goede vraag. De ECB is een beetje een rare eend in de bijt als het over centrale banken aankomt. Want de doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit. Terwijl de doelstelling van veel andere centrale banken is een nevengeschikt prijsstabiliteit en wat ze dan vaak noemen volledige werkgelegenheid. In Amerika de centrale bank heeft als doel volledige werkgelegenheid. In de praktijk is het verschil klein tussen welke doelstelling je kiest, blijkt uit economisch onderzoek. Omdat het lastig is om prijsstabiliteit te hebben in een economie met een hele hoge werkloosheid of een economie die volledig oververhit is. Dus in de praktijk ontloopt het elkaar niet superveel. Er zijn wel, ik denk een ruime minderheid van de monetaire economen, dat zijn mensen die dus beroepsmatig het gedrag van centrale banken bestuderen, denken wel dat het verstandiger is om ook economische groei als iets nevengeschikts mee te nemen. Bij de ECB is er bewust voor gekozen bij de oprichting om dat niet te doen, eigenlijk om de Duitsers aan boord te krijgen. Het was ook nooit een doelstelling van de Bundesbank, de Duitse centrale bank. En de Duitsers waren bevreesd dat de ECB veel meer inflatie zou creëren dan de Bundesbank. Dus die wilde een aantal waarborgen hebben. Die wilde dat economische groei niet in het verdrag genoemd werd, of volledige werkgelegenheid dan. En ze wilden dat de centrale bank in Frankfurt zijn zetel zou hebben, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik denk dat mooi daarop aansluitend een vraag van Nicole Brummer. Die zegt, ja, prijsstabiliteit, maar hoe zit het dan met woningen en grond? Is het eigenlijk daardoor niet een illusie dat de ECB de prijs stabiliseert, terwijl juist doordat er geld over de randen klotst, allerlei bubbels ontstaan? Ja, dus twee antwoorden op. Macro-economisch werkt het eigenlijk net anders, omdat als prijzen van goederen en diensten stijgen, dan is er sprake van geldontwaarding en dan heeft eigenlijk iedereen die dat geld gebruikt daar meer of mindere mate last van. Als woningen duurder worden, dan hebben mensen die geen woning hebben daar natuurlijk, en er nog een zouden willen kopen, daar last van. Mensen die een woning hebben, die profiteren daar juist van. Dus dat is veel meer een herverdelingseffect in eerste instantie tussen verschillende groepen in de samenleving, dan dat het een effect is waar iedereen slechter van wordt. Ja. Is te veel ongewilde herverdeling en onverdiende herverdeling economisch ongewenst en voor veel mensen ook politiek ongewenst. En het
Het is wel zo dat het ruime monetaire beleid, wat de ECB om allerlei andere redenen voert, dat wel in de hand werkt. Ja. Dus daar hebben mensen wel moeite mee. De ECB zelf zegt, je hebt er ook onderzoek naar gedaan, dat het ruime monetaire beleid meer werkloosheid voorkomt en op die manier meer ellende aan de onderkant van de samenleving oplost, dan dat het de onderkant van de samenleving kost in termen van dat herverdelende effect via de opdrijvende prijzen van woningen en zo. Dus of dat helemaal klopt, ik vind altijd een beetje koffiedik kijken, dat type onderzoek. Dat hebben ze zelf gedaan, dat onderzoek. Ja, nee, maar kijk, dat hebben ze naar iedereen geweten gedaan. Dus, en die onderzoekers hebben daar denk ik ook echt goed naar gekeken. Het is wel, dit type onderzoek is wel het type onderzoek, je verandert drie variabelen, je kijkt er op een andere manier naar en de uitkomst valt net anders uit. Dus ik denk dat mensen zelf, voor wie die stijgende woningprijzen het grootste probleem is, economisch op dit moment, dat die wel met een half boos oog naar de ECB mogen kijken. Ja, ja. Ja, en ik zit hier even, dat is wel een interessante vraag van Connie. Ze zegt, ja, we hebben in Nederland de macht van een paar grote systeembanken. Het is natuurlijk een heel klein setje banken met veel invloed. En de grote bedrijven weer. Dat zijn de multinationals die samen met die systeembanken natuurlijk een flinke stem hebben. Hoe zit het met de invloed van dit kleine clubje multinationals richting ECB? Is dat gereguleerd? Ik herken dit niet als een grote zorg op dit moment. Dus ik herken het beeld ook niet. De vraag is eigenlijk... kan ik niks zinvols over zeggen, sorry. Ik herken het niet en ik kan er niks zinvols over zeggen. Okay. Dan ga ik even doorkijken welke vragen ik nog meer heb. Want ik zag... even kijken, hier nog voorbij komen. Even kijken. Oh, er komt... Ja. Heel veel vragen blijven terugkomen in het gesprek wat we net hadden. Dus daar kunnen we eventjes doorheen. Nieuwe vraag. Ja, dan gaan we meer naar het geldsysteem zelf, gebaseerd op schuld. Moeten we geldcreatie niet... Dat is wel een vraag die daaronder ligt. Het herzien van geldcreatie... daar zijn natuurlijk ook boeken over volgeschreven. Zie je daar een rol... Is dat wijs om die weg te gaan bewandelen als we nu een gesprek willen met de ECB? Is dat een vraag voor mij? Ja, sorry. Ja. De vraag in de breedte, ik probeer hem samen te vatten, maar dat lukt me niet. Ik zal hem even helemaal voorlezen. Ons huidige geldsysteem is gebaseerd op schuld. Er wordt interest gevraagd op uitstaande schuld. Dit zet aan tot ongewenste groei. Moeten we dus geldcreatie niet herzien? Het voorbeeld is het Franse woord débourrage. Als deel van de oplossing, al dan niet gecombineerd met... Ja, daar is die universeel gegarandeerd basisinkomen. Dat zou natuurlijk wel iets zijn waar je... wat in een van die voorstellen richting ECB zou kunnen voorkomen, maar... Het geldsysteem zelf, dat is misschien een vraag aan jou. Zou je die kant op ook voorstellen kunnen doen richting een ECB? Kan een ECB daar wat mee? Ik denk dat... uiteindelijk... hoe zeg ik dit? Of de ECB er iets mee kan... uiteindelijk is het doel van de ECB natuurlijk gewoon om op een fatsoenlijke manier economische activiteit mogelijk te maken door betalingsverkeer, te zorgen dat er betalingsverkeer is, door te zorgen dat mensen een manier hebben om goed om vermogens op een veilige manier op te bouwen. Mijn beeld is dat centrale banken de afgelopen jaren een stuk creatiever zijn geweest in de manieren waarop ze naar dit soort problemen kijken. Ik bedoel, er vinden serieuze onderzoeken plaats naar wat dan heet soeverein digitaal geld. Dus dat zijn
mogelijkheden voor mensen om direct met een bankrekening bij de centrale bank te hebben, daar direct centrale bankgeld bij te hebben. Kijk, met een voorstel om het systeem te veranderen, helemaal, gaat de centrale bank niet uit de voeten kunnen. Maar het debat is natuurlijk altijd een spectrum waarbij er mensen zijn die het systeem helemaal op de schop willen nemen en waarbij er ook andere mensen zijn die zeggen, maar luister eens, zij willen dat op de schop nemen en zij hebben best wel een punt met het feit dat betalen en schulden maken met dezelfde rekeneenheid, hetzelfde gaat, dat zij los van elkaar moeten trekken. Kunnen jullie daar niet eens naar kijken of dat kan, of dat haalbaar is? Kunnen jullie niet gewoon een experiment doen? En ik denk dat je voor dat type experimenten, dat heeft natuurlijk allemaal ook voor de centrale bank allerlei operationele risico's, maar als voldoende mensen dat zeggen en belangrijk vinden, dan denk ik dat men daar wel over na wil denken. Maar ja, dat zou je aan de centrale bank hier zelf moeten vragen, denk ik. Of ze daar wat mee kunnen. Nee, maar ik bedoel, je ziet dat ze nu naar dat soeverein digitaal geld kijken. Je ziet dat ze kijken naar vergroening van monetair beleid. Dus dat ze wel die maatschappelijke wens, dat ze daar iets mee willen. Dat zie je. Maar kijk, een volledig ander systeem, dan kom je de risicomijdende centrale bankier tegen. Die zegt, maar hou wacht eens even. Voor 99% van de mensen werkt het systeem tot een bepaalde hoogte nu oké en prima. Dat helemaal op de schop doen, dat gaat ons nu een stap te ver. Dus dan zeg je gewoon nee. Ik kan nee zeggen, je bent een monopolist. Zeg gewoon nee als centrale bank. Dat is ook mooi. Ik zit nog eventjes een mooie vraag. Hele interessante vraag, denk ik ook, Jasper. Die zag je misschien wel aankomen, weet ik niet. Wat zou jouw vraag of voorstel aan de ECB zijn? Dus met andere woorden, wat zie jij eigenlijk als het meest dringende probleem waar wat aan moet gebeuren? Als Jasper, maar als burger ook. Ik vind al die soeverein digitaal geld initiatieven vind ik heel sympathiek en ik ben daar gewoon, ik verwacht daar geen grote verbeteringen, maar ik vind het als, niet als econoom, maar als burger, gewoon hele sympathieke initiatieven. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen eigenlijk. Dat is niet natuurlijk het meest dringende probleem op dit moment, denk ik. Dat blijft erin zitten in de fundamentele onevenwichtigheden in de eurozone, waarbij je monetair beleid op Europees niveau hebt en budgetair beleid op landelijk niveau, die niet toegang hebben tot in crisissituaties de centrale bankbalans, wat je natuurlijk als land, als je eigen munt hebt, wel hebt. En dat betekent dat je als land veel minder risico kunt lopen en kunt nemen en dat je dus veel beter op je begroting moet passen en veel voorzichtiger met geld om moet gaan. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten wordt gewoon veel meer geld uitgegeven in de coronacrisis dan in Europa. Dat heeft onder andere hiermee te maken. Wil je hier wat aan doen? Dan vrees ik wel, dat is het grootste probleem in Europa, denk ik. Daarom blijft de muntunie een beetje onstabiel. Wil je hier wat aan doen, ja, dan moet de ECB dat faciliteren. Maar dan zijn het toch vooral de nationale politici die aan de bak moeten en wat moeten gaan organiseren en veranderen. De ECB ziet en erkent en herkent het probleem. Leest de speeches van de centrale bankiers er maar op na. Dus het probleem zit niet bij de centrale bank, maar als begrotingsbeleid en landen op een andere manier en dat meer Europees gaan organiseren, dan ontstaat er ook een andere rol voor de centrale bank, maar daar zit het probleem niet. Ja, ja. Ja, ik denk helder. Ik zie nog twee vragen die redelijk aan elkaar te koppelen zijn. Het gaat er eigenlijk om het feit dat vroeger leende een bank geld uit dat eigenlijk weer geleend was van burgers en bedrijven. Dat inlenen van geld, dat is tegenwoordig niet meer nodig om geld uit te lenen. En ik zie hier een andere vraag eigenlijk ook, het naoorlogse Japan, dat commerciële banken daar aanwijzingen kregen om geld te lenen, waarmee dus ook daar de centrale bank de geldhoeveelheid controleerde. Dus dat heeft echt met het aspect te maken van hoe gaat dat nu in zijn werk? Dat geld inlenen en uitlenen. Is dat nog?
Ja, hoe werkt de centrale bank? De eigenlijke geldscheppende instellingen. Maar ik denk dat deze twee vragenstellers dat weten, anders stellen ze die vraag niet op die manier. Maar de eigenlijke geldscheppende instellingen zijn de commerciële banken. En een commerciële bank schept geld op het moment dat die jou een lening verstrekt. Want wat er gebeurt is, jij tekent een contract en je krijgt een bepaald bedrag van de bank. En dat bedrag wat je dan van de bank krijgt, dat is nieuw gecreëerd geld door de commerciële bank. Tegelijkertijd, op het moment dat mensen geld parkeren bij commerciële banken, dan nemen banken dat in. Maar dat hoeft niet helemaal uit. Dat hoeft niet, inderdaad niet in verhouding te staan met wat die commerciële banken uitgeven. Wat voor commerciële banken van belang is, is dat die verhouding wel een beetje klopt. Ze kunnen niet eindeloos veel geld creëren zonder dat ze ook wat deposito's of andere activa hebben. En dat is iets, daar controleert de centrale bank op in zijn bankentoezicht. Dat is een systeem wat, als je daar voldoende streng in bent, best redelijk werkt. Er zitten wel risico's aan, want banken lenen meer uit dan dat ze binnenkrijgen. Dus je hebt altijd het risico van een run op de bank, dat iedereen zijn geld terug wil halen en dan is het er niet. Maar ja, goed, daar heb je dus bankentoezicht voor om dat op te lossen. En op het moment dat dat systeem allemaal een beetje werkt, dan werkt het. De grap is dat de centrale bank helemaal niet zoveel geld creëert. Het enige geld wat de centrale bank creëert zijn eigenlijk het muntgeld en het briefgeld. En dat is maar een paar procent van de totale geldvoorraad. Ja. En is rap aan het afnemen. Cash is op de weg naar de uitgang. Dan de vraag van Ron Stoop, want dat was die andere denk waar je op refereerde. Ja. Kijk, de ECB doet een light versie daarvan, in de zin dat ze targeted long-term refinancing operations doen. En dat betekent eigenlijk dat ze tegen banken zeggen, tegen commerciële banken, je kunt goedkoper geld van ons lenen. Maar dan moet je wel beloven dat aan commerciële bedrijven voor bijvoorbeeld investeringsprojecten door te lenen. Daar hebben ze een aantal edities van. Volgens mij zitten we in de derde editie van de Teltro's, zoals die in jargon heten. En dat is niet een doorslaand succes, maar het loopt best redelijk, is mijn lezing daarvan. Dat is een stukje minder pushy als Ron hier opschrijft, hè, dat ze banken verplichten om aan een bepaalde persoon of mensen uit te lenen. Daar heb je ook hele, want dan moet de centrale bank zich ook in de schoenen van de bankier verplaatsen en eigenlijk het werk van de bankier gaan doen. Nu zegt de centrale bank gewoon, als je lening hebt die aan deze criteria voldoen, dan krijg je korting. En het is jouw taak om die risico-inschatting te maken en die mensen te vinden. Dus het idee wordt in de praktijk gebracht, maar wel op een manier die past bij de huidige taakverdeling tussen commerciële en centrale banken. Ik denk dat dat een mooi antwoord. Ja, dit zijn natuurlijk toch vragen waar je eindeloos nog details weer bij kan bedenken. Ik had eigenlijk een vraag aan Vicky. Misschien heb jij nog een vraag aan Jasper. Ik zou ook wel uw mening willen horen over meer directe interacties tussen de Europese Centrale Bank en burgers. Dus we spreken nu ook binnen Positive Money Europe veel over helikoptergeld. Dus eigenlijk waar dat de Europese Centrale Bank direct geld kan geven aan burgers. We horen nu ook heel veel over de digitale euro. Wat vind je van die twee thema's? Helikoptergeld en digitale euro's of de interactie? Interactie, ja. Oh, de interactie, juist. Kijk, uiteindelijk wonen er iets van bijna 400 miljoen mensen in de eurozone, 350 of zo. Voert de Europese Centrale Bank, net als iedere centrale bank in ieder land, gewoon ook enquêtes uit met de vraag welke dingen mensen belangrijk vinden en hoe ze vinden dat het gaat. En daar halen ze natuurlijk ook gewoon hoe mensen vinden dat zijn werking, daar halen ze natuurlijk ook gewoon managementinformatie uit.
dan zijn er natuurlijk ook gewoon op allerlei niveaus contacten met andere overheden. Ik mag ook hopen met... Er zijn ook voorlichtingsbijeenkomsten her en der. En praat als het goed is. Als we een beetje doen. De bestuurders van de bank ook met enige regelmaat met panels van burgers. Mag ik hopen? Dat weet ik eigenlijk niet. Mag ik toch wel hopen dat ze dat doen? Lijkt me nuttig. Maar de vraag is wat je precies met die input wil bereiken eigenlijk. Kijk, ze zijn een monopolist. Ze hebben een bepaalde wettelijke taak. Je kunt dan andere ideeën hebben over hoe je dat dan hoe zij die taak zouden willen doen. Als je hun taal technisch spreekt, kun je al heel gauw in gesprek komen met een aantal professionals. Als je dat niet doet, dan is er wel een barrière op dit moment. En het is ook wel een beetje de vraag wat je dan precies wil brengen, zeg maar. Is wel, ik bedoel, ik denk dat de ECB een stuk meer kan doen, maar de vraag is ook wat je nou precies anders zou willen. Ja, dus die vraag die moeten we helder zien te krijgen, bijvoorbeeld via dit platform. Ja. 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 En kijk, weet je, als nou uit het hele burgerberaad, wat jullie hier in Nederland doen, maar ook in andere landen, het thema vergroening van bij iedere 10 bijeenkomsten 11 keer terugkomt. En je schrijft dat stevig op. Dan kun je daarmee denk ik een goed signaal maken. Als mensen zich zorgen maken over financiële stabiliteit. En dat thema komt 11 van de 10 keer terug. Ja, dan zou ik dat toch maar gewoon melden.